De politie heeft de situatie bij het hoofdstembureau van Paramaribo in het NIS onder controle. Dit zei Raoul Hellings, vertegenwoordiger van de ordehandhaving van morgen, nadat de situatie op een gegeven moment uit de hand dreigde te lopen. Helling zegt dat er sprake was van oververmoeidheid bij leden van de politie en van het hoofdstembureau, waardoor de gevolgde procedure voor stagnatie zorgde. En voor degenen die nog twijfelen, laat me die twijfel gelijk wegnemen en aangeven dat zaken hier heel richtig, rustig en ordelijk verlopen. En dat de politie, daarbij geassisteerd door het Nationaal Leger, alles onder controle heeft. Wat heeft gemaakt dat politieke partijen begonnen met gaan naar NIS, want er gebeuren frauduleuze zaken daar? Nou, er was sprake van oververmoeidheid bij onder andere politiemensen en ook het stembuspersoneel. En het bleek dat de gevolgde procedure voor meer stagnatie zorgde en dat die wrevel gewekt bij de mensen. Dus de politie heeft opgetreden en de voorzitter, meneer Nerkus, die heeft dus op den duur de procedure veranderd en als gevolg van die verandering is het zaakje wat sneller gegaan en ja, is de rust teruggekeerd. Wat was de procedure? Als ik me niet vergis, ging het erom dat Noordoost en Zuidwest, dus dat ze elk afzonderlijk op een bepaalde plek hun stembussen mochten inleveren. Maar het bleek dat het bij een van die posten veel sneller aan toe ging dan de andere. Waardoor de ene sneller werd afgewerkt en bij de andere er stagnatie optrad. En dus dat heeft gezorgd voor brevel. Helling zegt dat de procedure is aangepast door de DC. De taak van de politie is om erop toe te zien dat alles ordelijk verloopt. Maar voor ons als politie is het in ieder geval taak dat we ervoor zorgen dat de zaken die zijn ingeleverd beveiligd worden. Dat er controle op die zaken wordt gehouden. En we zorgen er ook voor dat de mensen dus die hier naar binnen komen zich netjes gedragen en dat er geen verboden spullen naar binnen worden gebracht. En die zaken hebben we dus heel goed onder controle in samenwerking met het Nationaal Leger uiteraard. Want het wordt weer een lange dag. Ja, het wordt een heel lange dag, ja, maar we zijn erop voorbereid. Dat was Raoul Hellings, vertegenwoordiger van de ordehandhaving. We spraken hem vanmorgen in het NIS over de situatie die uit de hand dreigde te lopen.